Ja, natuurlijk Fishy hier weer en welkom natuurlijk weer bij een nieuwe Random Call of Duty. Jawel, vind je dit nou een toffe serie? Vergeet dan niet even te liken, dat zou ik echt tof vinden natuurlijk als jullie even liken. We gaan Black Ops 1 spelen, want in deze serie is de bedoeling dat jullie mij een klasse achterlaten waarmee ik moet gaan spelen op een Call of Duty naar jullie keuze. En Random Call of Duty, dus we gaan spelen op de map Cracked. En spelen dus TDM. Ik heb een klas doorgegeven. Tenminste, een klas doorgegeven. Hij vroeg of ik met de Galil wilde spelen. Op Black Ops 1. Potje TDM, potje Domination. Best wel weinig informatie. Was doorgegeven door Ser24. In ieder geval tof dat je het even gedaan hebt natuurlijk. Je mag meer dingen doorgeven. Hè, met welke perks je moet gaan spelen en bla 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 bla. Maakt ook niet uit welke Call of Duty. Maar alles behalve Black Ops 3. We gaan dus met de Galil spelen, Silence. En dat is natuurlijk een overpowerde klasse in Black Ops 1. Silence, Galil. En dan ook in combinatie bijvoorbeeld met Ghost. In dit geval heb ik Ghost Pro. Ja, ben je gewoon echt fucking OP. En we gaan kijken of we een hele mooie score kunnen neerzetten. Dat is in ieder geval het eerste bedoeling. Als eerste de bedoeling natuurlijk. Een mooie score neerzetten. Maar laten we gaan kijken. Ghost, dat betekent dat ik zonder hardline speel natuurlijk. En ik hoor iets lopen hier. Oh my god! Wat gebeurde met mijn aim? Ineens ging mijn aim helemaal off. 1 kill voor mijn airstrike of mijn napalm strike, zoals je dat noemt. Zo. Dat ding is zo fucking OP. Zo fucking baas. En als ik oh, what the fuck, ik zag jou niet. Wil je camouflage pakje? Nee, als ik iets wil aanraden waarmee je kan spelen, dan is dat wel. Kut, hij is dood gegaan. Oh, lag. Ik heb lag spikes, jongens. Dat is echt heel irritant. Yes, nice. We krijgen... behoorlijk wat kills achter elkaar zo. Nice. Hij gaat eigenlijk wel goed, hè? Ik heb alleen die lag spikes. Daar word ik een beetje moe van. Oké, okay, nice. Je killstreaks zijn niet stackable. Dus je moet wel echt kills halen tussendoor. Oh, what the fuck. Oh, oh. En ik ben benieuwd waar ze zitten. Betekent dat daar iemand zit? Altijd handig, een spyplane. En ik ben dood, maar ik heb wel mijn Blackbird. Kijk, dat is mooi. Ik heb nog 3 bar nu. Blackbirdje erbij. Nou, dit gaat echt goed, jongens. Dit is echt baas. Deze stond stil hier. Moet er de andere kant nu op. Het is ook fijn eigenlijk als je een keertje doodgaat, want je killstreaks zijn toch niet... je kan toch niet opnieuw je killstreaks halen, zeg maar. Dus eigenlijk is het wel fijn als je... als je gewoon even opnieuw... gewoon opnieuw gaat killen. Want dan kan je weer... opnieuw je streaks halen. Dus dat is altijd fijn. Een slechte aim. Of tenminste, een beetje snelle dead eigenlijk wel. Dat kan ik ook wel eigenlijk een beetje zeggen.
Dus ik denk dat mijn eerste dead die ik had, met die, dat ik de Nepal Strike niet haalde. Ik denk dat het kwam door een lag spike. Ja, ik wil niet alles natuurlijk de schuld geven aan de lag, maar toch, het zal niet helpen, zeg maar, dat je dat haalt. Oh, die ene gast heeft dogs, dat is echt kut eigenlijk, dat ik dogs heb. Hij heeft eigenlijk geprofiteerd van mijn Blackbird, en daardoor heeft hij ook zijn Blackbird weer. En Nou, dat kost je gewoon, kutzooi! 80 punten assist. Weer 40 punten assist. Moest eigenlijk even reloaden. Oké, andere kant op. Potje is al bijna afgelopen trouwens. En dan ga ik nog een keer dood ook nog. 21 om 5 in een heel kort potje. We zijn wel MVP geworden. Dat is heel erg mooi. Maar ja, die ene gast heeft eigenlijk een beetje geprofiteerd natuurlijk van mijn dogs. En dat is wel jammer. Hoe lang duurt het potje, joh? Ah, het duurt 5, 6 minuten. Het is eigenlijk misschien een beetje kort. Maar ik vind het wel lekker om naar te kijken. Ja, toch? Dus laat je nieuwe klas even achter bij de comments. En op welke Call of Duty? Alles dus behalve Black Ops 3, dat is wel belangrijk, want ja, ik upload best wel veel Black Ops 3 natuurlijk. Dus het is leuk natuurlijk om dan gewoon een beetje andere dingen te uploaden. 3 bar, helaas. En voor mij worden we ook uitgetiefd, half. Nou ja, in ieder geval, jongens, vergeet niet even te liken. Tot de volgende keer en bye bye, later.